Oh yeah. Oh yeah, check it out. The Flying Pumpkin Man. Mensen van Odo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we een hele mooie aankondiging voor Skyblock. Namelijk, de Halloween cadeaus zijn er weer. Je kan langskomen op Skyblock op natuurlijk Dodocraft op play.dodocraft.nl. Dat is mijn server en daar kan jij nu jouw Halloween cadeautje halen. En ik zal even laten zien waar die is. En dat is namelijk... hier, kijk, je zou het misschien herkennen aan de schedels die hier staan, aan... alles dat hier staat. Ik ga trouwens heel eventjes onzichtbaar. Want anders zit iedereen de hele tijd om me heen. Je kan dus hier zien. Er staat hier een Ender Chest. Ik weet niet waarom ik hem nu niet zie. Misschien omdat ik zelf onzichtbaar ben. Ik weet het niet. Maar hier kan jij jouw cadeau halen. En er zitten allemaal hele mooie spullen in voor jouw Skyblock. Dus log zeker eventjes in. Ook als je Skyblock wilt gaan spelen. Dan raad ik je zeker aan om langs te komen. Want er zitten hele vette items in. Ik ga hem straks voor jullie openen. En dan zou ik jullie ook nog even de rest laten zien. Want heel veel mensen kenden Skyblock natuurlijk helemaal niet. Of zijn nog niet op de server geweest. Maar het is een hele leuke server. Er zijn ook heel veel mensen die actief zijn. Het is een beetje een economy server. Dus je kan geld verdienen. Hoe groter je Skyblock is, hoe hoger je level. Zo kan je zien dat mijn eiland is 502. Ik zal die straks ook nog even laten zien. En ja, het spreekt allemaal heel erg voor zich. Je kan hier dingen kopen. Je kan hier dingen verkopen. Dit is dus zeg maar de shop van de server. Maar daarnaast kan jij natuurlijk ook een eigen shop hebben. En dat is volgens mij vrij uniek. We zijn de enige, denk ik, die dat überhaupt hebben, dat hele shopsysteem. Want dit is gewoon de normale spawn. Alleen als jij gewoon een speler bent, dan kan jij ook deze shops huren. Dus je kan letterlijk dit pand huren om dingen te verkopen. Dus je ziet hier de shop is geopend. Die is van Kevin is het. Laagstreepje. Die kan je volgens mij voor 3 dagen huren uit mijn hoofd. En dan kan je allemaal dingen in verkopen. Zoals je hier kan zien. Ik zal wel even uit mijn... hoe heet dat? Uit mijn onzichtbaarheid gaan. Maar die kan je dus gewoon huren. Je kan hier zien. Hij verkoopt een projectile protection voor $700. En hij verkoopt een power 3 voor 300 blockcoins. En hij verkoopt dit en dat. En je kan deze ruimte dus huren. Omdat er natuurlijk een beperkt aantal shops zijn, verschilt het een beetje per rank welke shop je kan halen. Dit zijn bijvoorbeeld obsidian shops. Wanneer jij de obsidian rank hebt, kan je deze halen. Ook deze, dit is ook een grote. En even kijken, dit zijn ook obsidian shops. Die hebben heel veel verkooppunten, zeg maar. Je ziet, deze heeft volgens mij 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, bam, hij weet het gewoon nog. Maar je hebt hier ook bijvoorbeeld voor mensen met een diamond rank. Dan heb jij hier dit hele district. Dus hier kan jij een shop... Oh, deze is nog vrij. Die kan je dus gewoon huren. Kan je spullen in verkopen. Even kijken of er hier nog eentje is. Nou, ik zal anders wel even naar de gold district gaan. Hier heb je het gouden district. En hier bijvoorbeeld Pewick. Of Pewick heeft deze shop. Dus die verkoopt hier ook allemaal dingen. Oh my god, hij verkoopt zelfs het hoofd van Sinterklaas. Die kon je gewoon vorig jaar halen tijdens de Sinterklaasviering. Dus dit zijn de gouden shops, noem maar op. En ook voor mensen zonder rank is er ook gewoon een shop. Die kan je namelijk hierachter vinden. Die hebben wel de minste slots aan verkoop. Dus mocht jij het meest gezien willen worden, dan kan je het beste naar voren gaan voor de obsidian shops. Maar hier kan je dus ook gewoon zonder shops, kan je ook dingen verkopen. Nou, dat is dus een beetje het verkoopgedeelte. Ik zal wel eventjes vliegen naar het cadeautje. Dat zal ik even laten zien. Tjaka tjaka tja. Je kan hier trouwens ook selfies nemen, jongens. Hier, neem nu je foto met de dodo voor maar 5 blockcoins. Dan kan je gewoon een eigen screenshot maken. En Maisha zit er ook gezellig bij, dus dat is wel leuk. Even kijken, ik zal even hierheen gaan, want hier zijn de cadeaus. En ja, ik weet niet of ik hem kan openen, want ik kan hem niet zien. Laat ik eens kijken. Game mode survival. Wij gaan de ender chest openen. Oh, wat hebben we er allemaal uit? We hebben... Endstone, we hebben chorus plants, we hebben pumpkin, we hebben pumpkin seed, dragon's breath en een elytra voor ons Halloween cadeau. Ik ben helemaal happy. Dat is echt een hele mooie vangst, want ja, de elytra, dat is sowieso echt mokervet. Die was eerder nog niet verkrijgbaar, tenminste wel via een glitch. Maar dat is nu verholpen, doordat iedereen hem kan hebben en ik vlieg. Woo! I love it. Oh, en hij mocht het niet halen. Oh, jammer jongens. Daar gingen even 3 mensen naar beneden. Oh my god, dit is echt fantastisch.
Maar dit kan je dus nu nog ophalen wanneer het Halloween is. Dan moet je dus even naar de Ender Chest. Ja, het is een beetje raar dat ik hem nu niet zie. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn client. Dan kan je hem daar ophalen. En je moet wel even zorgen dat je inventory leeg is. Let daar alsjeblieft goed op. Want anders krijg je niet alle spulletjes. Kan ik dit eens op mijn hoofd doen? Oh yeah. Oh yeah, check it out. The Flying Pumpkin Man. Woehoe. Ik ga denk ik binnenkort ook weer wat Skyblock spelen. Want ik vind het echt super lachen om te doen. Nou, ik doe wel even mijn pumpkin af. Want ik zie echt helemaal geen apenmoer. Maar ja, ik bedenk me trouwens. Heel veel van jullie hebben waarschijnlijk mijn Skyblock nog niet gezien. Dus daar zal ik wel even heen gaan. Oh, dat was ik trouwens al vergeten om te vertellen. Ik moet even snel terug naar de hub. Oh, dit is te ver. Oh ja, 20% korting is er nu ook nog met Halloween. Mocht je dus nog een rank willen halen, dan kan het nu met 20% korting op alles in de Dodocraft shop. En dat is dus op dodocraft.nl voor de mensen die het vroegen. Maar wat ik eigenlijk wilde doen is even Game Mode 3 naar dit punt. Want je hebt dus drie Skyblock servers. Die zijn allemaal gewoon ja, zo goed als identiek aan elkaar. Ze zijn allemaal op 1.9. Omdat dat de patch is waar we het gemaakt hadden. Maar jij kan dus gewoon een eiland hebben op Skyblock 1. Je kan een eiland hebben op Skyblock 2 en op Skyblock 3. En alles wat je verdient op alle eilanden, dat kan je gewoon hier uitgeven. Dus het maakt niet echt uit in welke Skyblock je eerlijk gezegd speelt. Dus als 3 vol zit, dan kan je op 2 of kan je op 1. Maakt dus in wezen niet heel veel uit. Maar vandaar dat je hier 3, 2, 1 hebt. Ik moet zelf nog wel kiezen op welke Skyblock ik binnenkort ga spelen. Ik denk dat het misschien 2 gaat worden. Omdat die het rustigst is. Dus kan ik even een beetje chill, spelen. Maar ik had dus nog eentje staan op... hoe heet dat? Zo, daar ging even mijn stem. Ik had er nog eentje op 1 staan. En daar ga ik nu even heen. Zo. En dat is namelijk deze. Die had ik toen met Maisha gemaakt en nog een paar andere. En oh my god, wat een goede oude tijd. Ik ben zo benieuwd hoeveel van jullie deze Skyblock nog herinneren. Want dat was bijna een jaar geleden dat we dat gemaakt hadden. Want Skyblock is al vrij oud op Dodocraft. Maar zoveel mensen spelen het nog omdat het zo'n vette versie is. En oh my god, ik ga even de cake eten. Die is ook al een jaar oud, dus dat is een beetje vies. Oh, de goede oude tijd. We hebben hier onze mob spawner staan. Ik heb alleen geen zwaard. Hebben we überhaupt nog alle items? Ga ik nu even kijken. Hier stond de kerstboom trouwens. Die is een beetje half opgeruimd. De bladeren zijn allemaal weg. Maar de kerstballen hangen er nog. Dus die kunnen we weer goed gebruiken. Ik zie hier ender chest. We hebben volgens mij nog wel alle items. Wat is dit? Oh my god. Nether stars. Hier hebben we nether bricks. Splash potions. Iron sword. Die hebben wij nodig. What the heck? Er staat daar een creeper op de kerstboom. Niet doen, creeper. Wegwezen. Goed zo. Wat? Waarom spawnen ze daar? Spawn dan op zijn minst... Oh nee. Oh my god, ik weet zeker dat dit eiland het niet lang zal overleven. Nee! Oké, nice. Ik hoor de hele tijd beest. Ik vind het echt veel te naar. Hupsakee. Lekker die mobspanner. Ik kan gewoon blijven staan. Yeah, items. Oeh, potato. Dat is wel echt chill. Ik heb wel echt zin om overnieuw te beginnen met Skyblock. Gewoon die hype van je eerste potato. Oh my god, we hebben een potato. We kunnen iets kopen. We kunnen het gaan maken. Nou, ik ga maar niet te dichtbij. Ik geloof het allemaal wel. Maar dat was dus onze mobspanner. Dat was de eerste keer volgens mij dat ik überhaupt een mobspanner had gemaakt. Wat is dit? De Teletubbyheuvel. Natuurlijk! Natuurlijk hebben wij de Teletubbyheuvel nagemaakt. Even kijken. We gaan hier naar beneden. Hoep. En hier dan volgens mij... Ah ja, de cacao planten. Geheime plantage, jongens. Echt alsof het drugs aan het groeien zijn. Is het echt helemaal ingebouwd, toch? Je ziet het niet. Nee, je kan nergens zien dat er is. Even kijken. Ik heb nog steeds mijn elytra om. Dat is wel heel erg fijn. Want ik zie daaronder nog iets. Oh my god. En dan kan ik dus nu gewoon met mijn elytra daar straks heen. Dat is toch helemaal fantastisch, mensen. Oh, en hier hebben we de farm. Kunnen die aan... Oh yeah. De cacao farm. Israël, mensen. Oh my god. Check al die cacao. Wat een fijn iets.
Wat een fijn iets. Wat was dit ook weer? Oh, de Nether Ward Farm. Jeetje, wat hebben wij veel gebouwd, hé. Oh my god. En dan deed je water en dan werd alles zo naar het midden gespoeld. Alleen aan de hendel trekken als lagen volgroeid zijn. Alright, ik snap hem juist. Ik snap, gaan we het gewoon doen? Ja, we gaan het gewoon doen. Oh yeah. Woo! Beste farm ever. Er zijn ook zoveel mensen nog online. Zo vet. En er is ook echt gewoon zo'n community gegroeid, zeg maar. Dat vind ik wel heel leuk. Je hebt echt bekende mensen die gewoon goed zijn in Skyblock. En die kent dan ook gewoon iedereen. Dat is wel heel dope. Oh ja, we hadden... Deze muur hadden we gemaakt omdat we alleen maar werden lastiggevallen door creepers en zo. Het was echt leuk. Het was echt leuk, die livestreams. Ik ben... Ja, laat eens echt even achter of jij wil dat ik weer bijvoorbeeld ga livestreamen met Skyblock. Want dat was zo leuk. Dat was zo grappig. Hier bij de Cactus Farm. Wat een gedoe was dat nog om te maken. Zoveel herinneringen, jongens. Ik ga wel even kijken of ik ergens iets eten kan scoren. Want ja, dat heb ik niet echt. En dan ga ik natuurlijk zonder donaties en zo. Als in blockcoins. Je kan natuurlijk heel veel dingen zelf kopen. Maar ik wil het gewoon lekker zelf meemaken. Wat hebben wij mokerveel spullen. Oh my god. Oké, deze is beter. Yay. Gaan we even lekker eten. En laten we eens naar beneden vliegen. Dat kan nu gewoon met Elytra. Oh my god. Er zijn daar mensen. Hé, dat is een villager. Als jij nou hierboven was, vriend. Ik had jou nodig. Oh, ik hoop echt dat ik niet doodval. Ik hoop echt dat ik niet doodval. Woo! Spinnies. Yeah. Later, spinnies. Awesome. Oh, en iemand was ook druk bezig met een mooie wand hier te maken. Dit ziet er echt vet uit. Nice. Nou ja, dan heb je in ieder geval een beetje een idee van hoe mijn skyblock eruit zag. Ik weet eigenlijk niet of ik iets in de Nether had gemaakt. Ja, wat zijn dit voor? Oh, dat zijn dark oak saplings. Wat zit hierin? Oh my god, zoveel spullen. Zoveel spullen, jongens. Het is echt even niet normaal. Ik vind het helemaal mooi. Mocht je nou ook willen spelen, ga dan naar play.dodocraft.nl. Dat is waar ik altijd mijn minigame speel. Dat is waar ik mijn Skyblock speel, waar ook nieuwe game modes komen. Mocht je mij dus willen tegenkomen, dan zou ik het zeker doen. Want binnenkort ga ik dus ook weer Skyblock spelen. En wie weet, heb jij al een mooie voorsprong? Kan je al een beetje beginnen met een eilandje te maken? Noem maar op. Het is gewoon helemaal gratis voor iedereen. Mocht je dus een rank willen, waardoor je dus wel de shops kan halen en dat soort dingen, dan kan het dus ook op dodocraft.nl. Daar is nu 20% korting tot het einde van de week. Dus maak er zeker gebruik van als je nog iets wil halen. Want daarna is er weer geen korting. Helaas, helaas. Vergeet niet duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om te abonneren. Laat mij weten of ik dus nog wat Skyblock livestreams in de toekomst moet doen. En dan zie ik jullie heel graag volgende keer bij weer een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.